Voor de tweede keer Chelsea vandaag. En we zijn natuurlijk al 29 wedstrijden bezig. We hebben 0 wedstrijden verloren. En we gaan vandaag door. Vandaag gaat Donnarumma naar een rating van 95. Trent Alexander-Arnold zal waarschijnlijk naar 91 gaan. En wij zullen de maand maart en april door gaan lopen. Het zal waarschijnlijk de laatste of de voorlaatste aflevering gaan worden van de Chelsea FC Career Mode. We gaan natuurlijk nog een loting krijgen van de FA Cup. We gaan natuurlijk nog een loting krijgen van de Champions League, de achtste finale. Dat komt allemaal aankomende week. En dan gaan wij zien hoe dit jaar zich zal gaan vorderen. Tegen wie wij geloot zullen gaan worden. Dat zien we als het goed is misschien zelfs nu al. Ik ben benieuwd. Hopelijk krijgen we een makkelijke loting. Natuurlijk bijna alle goede ploegen zullen nog wel in de Champions League zitten. Dus ik ben oprecht heel erg benieuwd. We gaan het zien jongens. We gaan eens kijken. Tegen wie gaan we spelen in de Champions League? Dat is... Oké, Bayern en tegen Liverpool in de FA Cup. Halve finale al. Ik dacht de kwartfinale. Oké, dan zijn we wel de ronde verder dan we dachten. Norwich City heeft dus City uitgeschakeld. Dat wist ik niet dat dat echt gebeurd was. En Tottenham is ook uitgeschakeld door Everton. En wij hebben Everton dan weer uitgeschakeld. Oké, schakelen we Liverpool uit, hebben we wel een redelijk makkelijke finale. En kijken we naar de Champions League. Dan kunnen we even kijken wie daar opgehaald zijn. Of uitgeschakeld zijn. Dat zijn eigenlijk alle mindere ploegen. Letterlijk alle mindere ploegen. Iedereen aan de linkerkant heeft gewonnen. Dat zijn letterlijk alle beste ploegen. Klopt dat? Ja, letterlijk. Letterlijk. Nou, maar niet uit. Vandaag beginnen we met een wedstrijd tegen Southampton. En dan gaan we gewoon spelen met ons allerbeste elftal. Ja, ik kan wel iedere wedstrijd ingaan alsof het spannend gaat worden. Maar we zullen nog wel een potje gelijk aan het spelen hoor, dat wel. En dit wordt ook nog maar nipt een overwinning, 2 tegen 1. Maar waarschijnlijk ja, ongeslagen kampioen worden. Het is wel nog nooit in een carrière mooi gelukt. En dit jaar lijkt het dan toch wel te gaan lukken. Dit komt eigenlijk puur alleen maar door onze enorme selectie. Geen enkele selectie kan even goed zijn als die van ons. Dus het is eigenlijk wel logisch dat we ongeslagen kunnen worden. Maar het is wel op de een of andere manier gewoon nog nooit gelukt. Dus ja, we zullen zien of het dit jaar wel gaat lukken. Speler terug van blessure, dat is als het goed is Reece James. Dus onze wisselspeler op die rechtsbackplek is ook wel terug van een blessure. En Wolverhampton is de volgende tegenstander. De volgende ploeg. Hé, kijk eens, Donnarumma is 95 geworden. Hij is een rating omhoog. En trainer Alexander-Arnold is ook 91. Weer spelers zijn omhoog gegaan buiten de training om. Rashford 91, Havertz 91. En voor de rest niemand in de basis omhoog. Op de bank dan is Fabian naar 90 gegaan. En hebben we dus ook al een wisselspeler met een rating van 90. Die kan op zich wel in de basis gaan staan. Hoeveel Kante? Hij wil zo graag spelen altijd. En Fabian is jonger dan Kante. Weet je wat, dat doen we gewoon. Nou ja, top. Helemaal top dit. Wolverhampton is de volgende tegenstander. Dat wordt waarschijnlijk een easy peasy pot. We hopen gewoon toch een tegenop te krijgen en winnen. En dat wordt 4 tegen 0. Havertz, Mbappé, Dembele en Trent Alexander-Arnold scoren. En nu de kwartfinale van de Champions League. Het toernooi waar het natuurlijk momenteel allemaal om draait. Daarin moeten we winnen. Dat is de doelstelling. Dan gaat dat ons lukken. Dan is de carrière mode eigenlijk al voorbij, jongens. Ik weet niet of we dat vandaag allemaal afgespeeld krijgen. Misschien wel. Maar ja, weet je, wat heeft voor een zin om nog langer door te gaan in een carrière mode waar je letterlijk al alles gewonnen hebt en het beste team van de wereld hebt? Nou, uit Bayern. Dit zijn wel echt de belangrijke wedstrijden natuurlijk. Dit zijn goede tegenstanders, maar we moeten deze gewoon kunnen winnen. En het wordt 1 tegen 0. Lekker, heel lekker. Fabian scoort. Geen enkel tegendoelpunt van de Beek in de basis bij Bayern. Kepa Arrizabalaga, oudspeler van ons natuurlijk. Voor de rest een aantal interessante spelers met Carrasco, met Martial. Ja, lekker team hebben ze hoor. Saha op de bank, Kroos op de bank. Geen slecht elftal, absoluut niet. En dan nu Crystal Palace, onze volgende tegenstander. Ik geloof dat City en Liverpool nog altijd alles aan het winnen zijn. De afstand op hun blijft 10 punten. En ja, op Tottenham is 9 punten, maar die hebben wedstrijd meer gespeeld momenteel. Uit Crystal Palace wordt deze wedstrijd 5 tegen 0. De Jong, Dembele en Mbappé maar 1 keer. De jongen naar beneden 2 keer. Dus mooie uitslag weer. Mooie uitslag. Ik wil dadelijk even kijken of wij topscorer zijn van de competitie. Dat weet ik helemaal niet. In de Champions League scoren we niet heel erg veel. Dan zijn we dus geen topscorer. Maar in de competitie, denk het wel. Ja, Bayern. Eerste wedstrijd tegen Bayern hebben we gewonnen. En nu deze wedstrijd tegen Bayern. Het zou wel moeten lukken. Rashford scoort trouwens bijna niet. Dat stond net ook in beeld. Thuis tegen Bayern wordt 2-1. We scoren 2 keer. En Rashford scoort. Dat is mooi voor hem. Dat hij tenminste ook een doelpuntje maakt. Zal nu vast rechts in beeld staan. Rashford scoort eindelijk weer. Of zoiets staat er nu. Let op. Oh nee. Oh, PSG ligt eruit geloof ik. Real Madrid gaat dus door. Mooi. Ja, ik denk dat PSG gewoon wel de betere is. Met Neymar. Nou, weet ik ook niet per se eigenlijk. Maar ja, Neymar is wel een van de enige spelers die bij ons in de basis zou kunnen staan. Thuis West Ham. Let's go. Niet heel veel over deze wedstrijd te zeggen.
moeten gewoon pot voor pot voor pot gaan winnen. En West Ham verloren tegen United en Tottenham. Dus doen ze dat ook tegen ons. Ja, 4 tegen 0. Weer De Jong scoort. Ja, was Mbappé en Rashford scoren ook. En ik wil dus even kijken hoe wij daarvoor staan in de competitie qua topscorersklassement. Kunnen we dat doen? Ja, dat kunnen we doen. Wij staan... Oh nee, ik dacht dat City had verloren, maar die hebben wedstrijd minder gespeeld. We staan eerste Malen en Belen, vijfde en zesde, maar het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Dus 1, 5 en 6 zijn momenteel. En ik denk dat ook Frenkie de Jong bijna hier tussen komt, alleen nu nog niet. Sheffield United is de 34ste wedstrijd die we gaan spelen. Zijn we al kampioen? Je speelt geloof ik 38 wedstrijden. Dus wij moeten nog 5 wedstrijden spelen. Ja, dat klopt helemaal. Nou, nog 5 wedstrijden. We hebben een afstand nu momenteel van 9 punten. Alleen kan Tottenham nog 12 punten halen. Omdat ze nog maar 4 wedstrijden hebben. Dus we zijn nog geen kampioen. Moeten nog 1 of 2 potten winnen. En dan zijn we pas... Of ja, 2 of 3 potten geloof ik. Dan zijn we pas echt kampioen. Dan gaan we dan uit. Sheffield 5 tegen 1. Mbappé 3 keer. Dembele 2 keer. Topscorer worden we dus waarschijnlijk ook 100% zeker. In het kampioenschap met nog 4 wedstrijden te spelen. En een voorsprong van... Ik weet niet precies. We moeten nog 1 pot winnen geloof ik. Nog 1 of 2 potten. Dan zijn we kampioen. Nou ja, goed. Dit is belangrijk. De FA Cup tegen Liverpool. Halve finale. Moet gewoon een overwinning kunnen zijn, toch? Ja, zeker. Spelen we het beste elftal. We gaan gewoon die wedstrijd in. Hopelijk winnen we. Een van de moeilijkste tegenstanders is dit toch wel Liverpool. En het wordt 2 tegen 1. We winnen. Lekker, 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 jongens. Mbappé en Rashford scoren. We spelen in de finale tegen United. Staat rechts in beeld. Die hebben we gewonnen tegen Norwich. En dan gaan we de FA Cup ook winnen. Halve finale Champions League trouwens. Zijn we geloot tegen Manchester City. Dat is ik niet eens. Dat is niet de allermakkelijkste tegenstander dus. En dus de moeilijkste tegenstander die we maar kunnen loten, krijgen wij nu al voorgeschoteld. In de halve finale van de Champions League. Dan Real Madrid of Liverpool gaan een finale kandidaat worden. Ik hoop op Real Madrid. Dus ik heb wat anders dan de hele tijd een Premier League ploeg. Maar we gaan hopen dat we kunnen winnen tegen City. We zijn nog altijd enorm goed bezig natuurlijk. En we winnen met 3 tegen 1 tegen City. Alleen is Robertson geschorst voor de aankomende wedstrijd in de thuiswedstrijd tegen City. Maar aan de juiste 3-1 is zo'n grote score. Met die score zijn we eigenlijk 100% zeker al door, denk ik. City verliest een wedstrijd in de competitie. Staat daardoor nu op 12 punten achterstand van ons. En kunnen daardoor al sowieso geen kampioen meer worden. Zeg maar, statistisch gezien kan het wel. Maar dan moeten zij iedere wedstrijd met iets van 5-6-0 winnen. En wij iedere wedstrijd met 5-6-0 verliezen. Winnen we vandaag, dan is City en Liverpool beide, zijn die dan statistisch gezien, sowieso geen kampioen meer. En ik geloof Tottenham ook niet. Klopt dat? Klopt dat. Even kijken. Want als wij winnen, dan is de afstand op Tottenham 101 punten. Dus de afstand op Tottenham 12 punten. Zijn er maar 3 wedstrijden. Winnen we vandaag zijn we kampioen. Bakayoko was benaderd voor een transfer. Maar die mag ook weg. Dat boeit me niet. Dit zijn de laatste aflevering van de career mode. Dus maar niet zoveel uit wat er gaat gebeuren na deze aflevering. Als jullie een idee hebben wat ik hierna moet doen, dan moet je dat vooral zeggen. Maar ik denk niet dat ik hierna nog iets ga doen. Want dit team is al te goed. Tegen Watford winnen we met 3-0. We zijn kampioen van de Premier League. Met nog 3 wedstrijden te gaan. We kunnen dus voor de eerste keer ooit, dus we hebben nog nooit eerder gelukt, ongeslagen kampioen worden van de Premier League. Maar ik geloof dat we nu al kampioen zijn. En dat we dan deze lijn nog even moeten doortrekken. Klopt dat? Zijn we kampioen? Manager van de maand, zijn we dat ook geworden? Ja, kijk eens aan, eindelijk. En zijn we kampioen? Nee, nog steeds op weg naar de titel staat hier. Maar er staat nog niet dat we kampioen zijn. Nou ja, maakt niet uit. Komt dat later wel. We zijn in ieder geval wel kampioen. Donnarumma bijna 96 rated. Dat is een van de hoogst gerateerde spelers die ik ooit heb gehad dan. Maar nu spelen we tegen City. Die halve finale wedstrijd van de Champions League. De voorwedstrijd tegen, tegen Real tegen Liverpool in de finale. Robertson kan alleen niet meespelen op left back. Daar moeten we dus even een opvolger voor gaan zoeken. Ja, wie kan op left back spelen? Eigenlijk helemaal niemand. Dus gaat Rudiger maar even die plek opvolgen. Of ja, Ian Maatsen. Nee, dan pak ik liever Rudiger op left back. Dat is eigenlijk beter. En dan gaan we dit elftal gewoon spelen tegen City. We mogen verliezen. Bakayoko vertrekt. Heb ik volledige vrede mee. Want nogmaals, dit is de laatste aflevering. En tegen City spelen wij 5-0. Holy shit, ouwe. 5-0. Donnarumma raakt geblesseerd. Laten we bidden. Laten we hopen dat dat geen, absoluut geen lange blessure is. Donnarumma ligt er 2 dagen uit. Oké, helemaal top. Maar niet uit, dat is geen probleem. Ik wil wel graag ongeslagen kampioen worden. Dus gaan we Donnarumma forceren voor de wedstrijd tegen Tottenham? Ja. Ja, dat gaan we doen.
Want Tottenham is de enige moeilijke tegenstander die we nog hebben. En ik wil graag dat Donnarumma dan gewoon meespeelt. Onze allerbeste speler van het hele elftal. Daarnaast moet Robertson gewoon op left-back spelen. Het ging wel heel goed met Rudiger op left-back. Die 5-0 overwinning tegen City. Maar we spelen gewoon met Rudiger. We spelen gewoon met de beste elftal. En vandaag winnen tegen Tottenham betekent waarschijnlijk ook nog eens dus dat we ongeslagen kampioen zullen worden. De Invincibles! Gaat ons dat lukken? Nog 3 wedstrijden. We zijn dus, nou ja, officieel gezien dan toch blijkbaar geen kampioen volgens... volgens de career mode. Terwijl we dat wel al zijn. Maar ja, maakt niet uit. Vandaag winnen betekent ongeslagen kampioen. Dat is veel leuker nog. Dus daar gaan we gewoon voor. Dat is uit tegen Tottenham. Tottenham in een goede vorm. Geen enkel tegenhulp in de laatste 3 potten. En tegen ons verliezen ze met 3-0. Hatsa, hatsa, hatsa. Lekker. Tottenham dus ook afgeslagen. En daarmee hebben we al 104 punten. Staat er dan nu wel dat we kampioen zijn? Nee. Nou ja. Ja, weet je, boeit het wat. Nee, maar... Oké. Okay. 104 punten al, jongens. Dat is me nog nooit gelukt. 104 punten nu al. Er komen nog punten bij. Besef dat even. Nog 2 wedstrijden. Leicester City. En daarnaast nog een laatste pot. In de Champions League spelen we nog tegen Real of Liverpool. En daarnaast in de FA Cup finale tegen United. De wedstrijden zijn op één hand te tellen. Ja, Real, United, Leicester en West Bromwich Albion. 2 generale repetities voor de 2 enorm belangrijke wedstrijden zijn dus tegen Leicester en West Bromwich Albion. We willen ongeslagen blijven. Een gelijkspel tegen beide potten is genoeg. In ieder geval tegen Leicester wordt het 4-1. En tegen West Bromwich Albion zullen we waarschijnlijk nooit echt last moeten hebben van een nederlaag of een gelijkspel. Ja, het is geweldig. 110 punten gaan we waarschijnlijk op eindigen. Dit is me nog nooit eerder gelukt in een carrière mode. En de afstand op plek nummer 2 is dan ook waarschijnlijk 12 punten. 12, jongens. Dat is echt heel erg veel. West Bromwich Albion uit. Dat gaat worden 3-0. En het seizoen is klaar. Ousmane Dembélé raakt dan nog geblesseerd. Ik weet niet voor hoe lang. Ik hoop dat hij kan meespelen. En anders spelen we dus tegen Manchester United en Real Madrid zonder Ousmane Dembélé. Klopt dat? Ligt hij eruit? 7 dagen. Dan kan hij sowieso spelen in de wedstrijd van Real Madrid. Tegen United dan misschien niet. Dat moeten we even gaan bekijken. Even kijken naar de statistieken. Wie is Team of the Year? Wie zit er allemaal bij? Doelman van het toernooi. Sowieso Donnarumma natuurlijk. En voor de rest, wie is het Team of the Year geworden? Doelman, speler van de competitie is Sterling. What the fuck? Gouden schoen is van Sterling? Waarom? Heeft hij nog zo vaak gescoord? Nou ja, dat vind ik niet leuk. Oké, team van de competitie zit er vast ook niet vaak in. Oh jawel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keer. En hier zit Sterling dan niet in. Sterling wordt speler van de competitie, maar zit niet in het team of the year. Bedenk dat maar eens, jongens. Ja, dit is allemaal zo broken. Het is allemaal zo broken. Maakt ook niet uit. Maakt ook totaal niet uit. We zijn kampioen, daar gaat het om. En nu nog 2 wedstrijden. Als einde van de career mode, als einde van de competitie, spelen we eerst tegen Manchester United. Ik denk dat Ousmane Dembélé fit zal zijn voor de wedstrijd van United. Ik denk dat we Ousmane Dembélé gewoon in de basis gaan starten. Klopt dat? Ja, hij kan spelen met een klein pijntje, maar niet uit. Een belangrijke wedstrijd, finale FA Cup, Manchester United. Moet er nog een winning zijn? En het gaat het ook wel, let maar op. Het wordt... Oh! Holy shit, het werd 1-1. Het werd 1-1, maar we winnen op basis van strafschoppen tegen United. En we pakken de FA Cup in ieder geval binnen. Dat is mooi, dat is goed, dat is fijn. Nu, de wedstrijd waar het eigenlijk allemaal om draait. Het winnen van de Champions League tegen Real Madrid. Ons enige doel wat we eigenlijk hadden voor deze carrière mode kan in deze aflevering gehaald worden. We pakken in ieder geval sowieso al de dubbel. We hebben de FA Cup en de Premier League gepakt. Nu, de Champions League tegen Real Madrid. Het zal een moeilijke pot worden. Real Madrid is waarschijnlijk de moeilijkste tegenstander die we maar konden hebben in de finale. Ajax deed het vorig jaar natuurlijk met 4-1. En wij... Ja, weet je, we hebben ook al een keer 5-0 gewonnen tegen City. City zal niet veel slechter zijn dan dit Real Madrid. Want wij hebben natuurlijk alle beste spelers van de wereld. Dus het moet gewoon lukken. Dit moet gewoon lukken. Iedereen is topfit, behalve Ousmane Dembélé niet helemaal. We gaan de persconferentie niet in. De laatste wedstrijd die we ooit gaan spelen op deze carrière, maar waarschijnlijk tegen Real. Gaan we de Champions League pakken? Daar gaan we. Het wordt... We verliezen de Champions League. Door Robertson. Robertson pakt in de eerste minuut een rode kaart. En we verliezen de Champions League.
Oké, we doen alsof er niks gebeurd is. We gaan hem nog een keer spelen. Ja, jongens, kom op, man. Ik kan niet dit allemaal gedaan hebben voor niks. We gaan nog een keer tegen Real spelen. En het wordt... Hey, we winnen met 3-1. De Champions League is gewonnen. Nee, ja, oké. Ja, kom op, jongens. Ik kan niet het hele seizoen met het beste elftal van de wereld spelen. Om vervolgens niet de Champions League te pakken. Ja, dit is echt een iets... Ik denk dat als we deze uitstaat 50 keer zouden spelen...